Het zijn mooie tijden voor Jorginho Wijnaldum. Aanvoerder van een team waar iedereen verliefd op is geworden. Een mooie tegenstander in de Europa League. En ook weer terug in Nederlands elftal. Ja, precies. Het is een mooi begin. En ook een motivatie om dit vast te houden. Ja, ook een soort, zie je dat als een soort beloning na het moeizame jaar wat je achter de rug hebt. Ja, en met deze nieuwe start dat dit ook weer op je pad komt. Ja, zeker. Ik heb natuurlijk, ik ben de voorbereiding goed begonnen. De trainer heeft me aanvoerder gemaakt. En, de wedstrijden gaan goed. Met het team gaat goed. En dit voelt wel als een beloning. Ja, komt het als een verrassing, de uitnodiging van Louis van Gaal? Nou, niet echt als een verrassing. Ik had het wel gehoopt en ik had toch wel vertrouwen in dat ik geselecteerd zou worden. Maar had ik soms een paar keer ook, toen ik bij PSV vorig seizoen heel veel scoorde, had ik ook wel gehoopt dat ik erbij zou zitten. Alleen toen ging het niet en nu wel. Nou, blij met de uitnodiging. Ben je ook blij met de komende tegenstander, AC Milan? Ja, heel blij. Ik wou graag tegen AC Milan spelen of Arsenal. Uiteindelijk is het AC Milan geworden en het is gewoon een hele mooie wedstrijd die je heel graag wil spelen. Ja, waarom wil je graag tegen AC Milan spelen? Toch niet omdat je denkt dat je tegen die ploeg de meeste kansen hebt? Nou kijk, kans heb je altijd. Je ziet dat mindere tegenstanders van betere tegenstanders kunnen winnen. En natuurlijk zijn ze favoriet op papier. Alleen ja, in praktijk weet je nooit hoe het loopt. En, ik wil graag tegen Arsenal of AC Milan omdat het gewoon hele mooie wedstrijden zijn. Wedstrijden die je niet altijd kan spelen. En, voor een voetballer wil je natuurlijk elke week mooie wedstrijden spelen. Helaas kan het niet. En nu kan het wel, dus was ik wel blij met tegenstander. Ja, AC Milan is een absolute topclub. Maar het huidige team van AC Milan, is dat ook een absolute topteam? Dat weet ik niet. Dat moet nog blijken. Ze moeten nog beginnen met de competitie. Zitten nu in de voorbereiding. Ik heb ze één wedstrijd gezien. Dat was tegen City. En toen, dat ging niet zo best. Ze stonden na een paar minuten al 5-0 achter. Uiteindelijk hebben ze toch nog 5-3 kunnen maken. Maar elke wedstrijd is weer anders. Dus het is moeilijk te zeggen als het een topteam is of niet. Dat moet nog blijken straks. Ja, Balotelli en het Philipsstadion is wel leuk, hè? Nee, zeker. Maar dat vind ik ook van Nigel de Jong in het Philipsstadion. Dus ik vind ze stuk voor stuk geweldige spelers. Een mooie loting. Tot slot, we hebben het over het Nederlands elftal. We hebben het over AC Milan. En zaterdagavond wacht NEC in het Philipsstadion. Is dat dan weer even de knop omdraaien rondom al deze euforie? Nou, niet echt de knop omdraaien. Ik heb wel even van wedstrijd naar wedstrijd. En op de andere dingen heb je nu nog geen invloed op AC Milan en het Nederlandse elftal. Dus dat moet je even achterwege laten. En NEC is onze eerste tegenstander en daar hebben we straks invloed op. Dus we moeten eerst daaraan werken en daarna kunnen we verder kijken. Ja, en waarom zou die wedstrijd tegen NEC zomaar ook een lastige kunnen worden? Ja, elke wedstrijd is lastig, vind ik. En, we hebben een team met heel veel kwaliteit en ik denk dat als wij gewoon de dingen doen die we moeten doen, dat het niet zo moeilijk hoeft te zijn. Maar elke team in de Eredivisie is lastig. Ja, er is niemand in dit jeugdige, jonge PSV die een beetje gaat zweven naar Zulte, naar alle mooie resultaten en dat die wedstrijd tegen NEC misschien een beetje onderschat gaat worden. Nee, we zweven niet. We houden elkaar wel met beide benen op de grond. En we zijn met het team wel met elkaar bezig, waardoor we niet gaan zweven. En we willen juist laten zien dat we heel goed zijn en dat we goed kunnen blijven en niet dat, dat het wisselvallig is. Zeg maar.